De Tacitusbrug bij Ewijk. De brug wordt gerenoveerd om het fors toegenomen verkeer op de A50 in de toekomst aan te kunnen. Deze ijzeren kabels, de tuien waaraan de brug hangt, worden vervangen door nieuwe. De nieuwe tui bestaat uit 115 kabels die één voor één door een buis moeten worden getrokken. Een klus die bijna nog nooit is uitgevoerd. Wereldwijd is dit de derde keer dat wij een tui vervangen van een tuibrug. Een moeilijk klusje dus. Dat is een heel lastig klusje en dit maakt het ook nog uniek. Bij de andere keren waar tuien vervangen zijn, dan had de brug veel meer tuien. Kun je voorstellen als een brug meerdere tuien heeft, dan een stuk of 20, 30. Dat het eenvoudiger is om een tui uit te wisselen. Nou, de brug bij Ewijk heeft maar 4 tuien. Dus als je daar 1 tui weghaalt, haal je in 1 keer 25% weg. En dat is goed te zien aan de brugleuning bij de fietser. De brug is door het weghalen van de eerste tui wat ingezakt. Dat kan wel 60 centimeter worden. Als de tui eenmaal op spanning is gebracht, wordt de brug weer rechtgetrokken. Er is onder andere voor deze bijzondere methode gekozen omdat het plaatsen van een extra pilaar onder de brug niet kan. Ja, dat zie je wel eens bij viaducten over een weg, dat ze dan in de midden weer een paal zetten, tijdelijke ondersteuning. Ja, we praten hier over een hoofdtransport als de Waal en daar is niet toegestaan dat we midden in de rivier een nieuw steunpunt maken. Als de 4 tuien zijn vervangen, is het werk op de oude brug bij Ewijk nog niet voltooid. Daarna moeten de pilonen, dat zijn de hoge pilaren op de brug, versterkt worden en moet het wegdek worden aangelegd.